In de Reddersbuurt in Wielwijk is vanmiddag de eerste paal in de grond geslagen voor het nieuwe project Stormhoek. De eerste fase is hiermee geopend, maar dit project heeft ook een bijzonder element. Het zijn 13 eengezinswoningen, waarvan eigenlijk bijzonder is dat de woning kant-en-klaar kan worden opgeleverd. Maar een aantal bewoners, 5 kopers, die hebben ervoor gekozen om de woning voor een deel zelf af te bouwen. En dat scheelt natuurlijk in prijs. En als mensen besluiten om de woning zelf af te bouwen, dan scheelt dat 20.000 euro. We hebben bijvoorbeeld, je gaat je badkamer maken, tegelen en sanitair, elektriciteitsdraden trekken, hè, zelfs nog afmonteren, keuken plaatsen. Dat zijn dingen die daarbij horen. Ook de gemeente speelt een rol binnen de bouw van dit project. Nou, we hebben veel contact met de woningcorporatie en gezamenlijk bekijken we wat voor plannen er uitgevoerd kunnen worden. Dat hebben we wel verdeeld. Zij gaan over de woningbouw, maar we maken samen de plannen wat voor soort woningbouw er gaat komen. De locatie was vroeger minder geliefd in Dordrecht vanwege veel drugsgebruik en overlast. Toch zijn bijna alle eensgezinswoningen al verkocht. De Reddersbuurt is opgeknapt, dus het is gewoon een aantrekkelijke locatie. En als je daar kan kopen, een mooi huis kan kopen voor een aantrekkelijke prijs, ja, dan zie je dat mensen daarop afkomen. Via de dijken ben je hier zo de Biesbos in en aan de andere kant ben je zo het centrum in. Het is een geweldige plaats hier. Ook de toekomstige bewoners zijn zeer tevreden met hun nieuwe onderkomen. Ik denk het te paal slaan. Ja, zij sloeg op de voet. Dus, we zijn blij dat we een klaarwoning hebben gekocht. Oh, je hebt geen casco gebouwd? Nee, dat is een goed idee. Ook. Ja. En waar vandaan de keuze om hier te gaan wonen? De tuin op het zuiden. En ook wel een beetje de buurt en een goede aansluiting op de snelweg en dichter bij het centrum. Het is gewoon net iets gunstiger voor ons. Alles zelf opbouwen, alles zelf inrichten. Ja. En heeft u al ideeën hoe dat gaat worden? Nee, nog niet. Nee. Nou, jij komt hier te wonen, hè? Ja. En wanneer ga je hier wonen? In juli. En gaan jullie zelf ook een beetje bouwen in het huis? Ja, mijn vader is vakman, dus het wordt wel super mooi, want ik heb al vanaf nu plannen. En wat voor plannen heb je? Ja, hoe het behang wordt, hoe een nieuw bed er zal uitzien.